Spookie! Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video hier op het Ultrex in de Echte. We zijn bij het Feyenoordstadion. Oh, dat kan ik een beetje zo doen. Het Feyenoordstadion voor de laatste training in aanloop naar de klassieke tegen die neuzen. Dus dan gaan we gaan we naar binnen en dan gaan we de jongens nog even één keer ondersteunen. Ja, ook tijdens de wedstrijd natuurlijk, maar dan gaan we nog eventjes de laatste training bekijken. Ik moet even kijken dat ik niet doodgereden word hier, oh. Het is hier fucking druk. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk. Kijk, hier is de Kuip. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk. Later, tot zo. Zo, en we zijn er, we zijn binnen. We zitten lekker op vakkie S. En we gaan nu wachten tot de training gaat beginnen. Joost. Ja, dat is het enige wat hij zegt. Oh, ja. Jongen, wat een flapdrol. Hey. Nou, stond op dat, dat je niet alcoholistische dranken mee mocht nemen, maar ik moest toch echt mijn flesje leeg drinken, want die mocht niet het stadion in. Wel een beetje raar, maar ja, we moeten het voortaan maar beter erop zetten. Nou, wij gaan even wachten op tot de spelers komen en dan spreken jullie dadelijk, of dan zien jullie dadelijk de laatste training. Veel plezier. Amsterdam, schap ze op de neus, ja, zotje, me kan wat leven, duurt maar even, alle joden aan het gas. En dan is alles wat je hoort, het lied van Feyenoord, op de rand van de raden, op de rand van de raden. Geen woorden, maar daden, leef Feyenoord. Tonen, waarvan ik ben gaan houden, zie je mee over het Weena met zijn hoge flatgebouwen. Zie je daar aan het einde al dat prachtige hofplein. Als Feyenoord heeft gewonnen. Oh, gaan ze gewoon door. Stoppen ze er halverwege mee. Thank you.
En daar zit hij. Draai hem hoor. Draai hem toevallig. Madi, Toinstra en dan Wouters. Ja, die heet ook zo. Gertrude. Thank you.
tiki-taki. Was de training afgelopen? Bedankt jongens, zijn jullie nog ja, geweest? Ja. Ja toch? Gaan ze allemaal jongens? Hey gasten. Hey, ik zie je. Hoi. Zo, en dat was de laatste training in aanloop naar de klassieker. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ik vond het een beetje tegenvallend dit jaar. Weinig supporters. En dat heeft alles te maken met dat er geen vuurwerk meer afgestoken mag worden. En dat het niet op Varko Noord, maar in de Kuip gehouden moet worden. Daarom zijn er heel veel supporters die dus daarom niet meer gaan. En het is, jullie konden het zien, het was aardig leeg was het. Ik vond het een beetje tegenvallen. Ik weet ook niet of dat ik het volgend jaar nog doe, want het is zo... Ja, zo slecht en zo weinig mensen die er komen. Zo weinig sfeer. Ik vind de sfeer echt slecht. En ik weet nog niet of ik dat volgend jaar doe. Ik vond het echt tegenvallen. En in ieder geval hebben jullie het kunnen zien, de laatste training. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Morgen is het de klassieke Feyenoord Ajax. Daar zal ik uiteraard natuurlijk weer verslag van doen. En die vlog die zien jullie morgen. Nou, iedereen de groetjes. Ik zou zeggen tot morgen. Tot Feyenoord Ajax. En doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op Intel Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.